Hey iedereen, welkom. Dag 3 van de Content Marathon. En we hebben goed nieuws te vieren, want gisteren een filmpje van Jaynox heeft het vrij goed gedaan. Wel, naar de standaard van mijn beschaamdelijk klein YouTube-kanaal heeft het toch wel vrij goed gedaan. Met 142 views en we zitten op 208 subs nu. Een kleine viering is wel op zijn plaats. Natuurlijk een kleine viering, want ik ben nog altijd semi-werkloos en van die dingen. Dus ik heb op een budget van €1,94 heb ik een drankje en een spelletje gekocht. Dus dat ga ik straks testen. Nu nog één klein ding. Heb je ideeën voor filmpjes? Zeg ze mij, alsjeblieft. Het eerste wat in u nu opkomt, type het neer in de comments. Hoe belachelijk of slecht het ook is, maakt niet uit. Misschien ben ik er iets mee. Please. Ja, doe dat gewoon. Wou ik nog iets kwijt? Nee, dikke merci hier om te zijn aan de nieuwe subs. Welkom en niet unsubben na het zien van dit filmpje. Dankjewel. Muchísimas gracias. Dat was een speciaal begin van een game. Anyway, het Tagnazi heb ik gekocht. Hoeveel heb ik eraan gegeven? Heel weinig. Ik denk dat ik er een euro aan heb uitgegeven. En enkel al voor dit beginscherm was het toch al waard, denk ik. Anyway, schooljongens, samen in het budget zat deze Buval. Yes, nice beer in IKEA-glas. Buval, het bier der goden. En werklozen. We kunnen eraan beginnen. Dit ziet er al prachtig uit. Waarom zit Hitler in ook in een... Is dat missionaris pak of zo? Oké. Oh, Erika. Erika. Waarom ben ik tegenwoordig zoveel keer Erika aan het tegenkomen? Moet ik iets met de wortel van die sneeuwman doen? Hoe zien we het eruit? Niet slecht. Oh, die man heeft een geweer. Oké, ik heb ook een geweer. Oh shit. Oh, het is een beetje Fortnite. Voor volwassenen. Of juist niet, ik weet het niet. Gaat dit de ganze tijd Erika zijn? Ja, damn. Hey! Christmas decorated. Press E. Prestatie ontgrendeld. Krijgen we hier Steam achievements voor? Oh! Enemies! Goddamn Nazis. Nazi bastards. Dit is hoe Wereldoorlog 2 echt is gegaan waarschijnlijk. Kan ik doodgaan in dit spel eigenlijk? Nazis verdwijnen wel snel. Oh! Nog een huis. Where are the memes, man? Bring out the memes. Oh, meme. FBI, open up. Oké. Okay. Is dit spel één gebouw gewoon die zich herhaalt? Waar memes op terug te vinden zijn? Ja. Was dat het geld waard? Ik weet het niet. Wil ik deze ontwikkelaar steunen? Ja. Zou het moeilijk zijn om zo'n game te... Zou het moeilijk zijn om deze game te maken, vraag ik me af. Ik bedoel, Hentai Nazi alleen al. Die titel is toch geniaal. Wow. Boss level incoming? De indruk dat hier vreemde coalities worden gesloten. Oké. Okay. Oh! Find all of the memes to enter the church. Met rennende Hitler. Oh, hallo.
Oh, ik ben dood. Shit. Oh, nee. Wat? De sensitivity heeft zich herzet omdat ik dood was? Het is precies nog erger geworden dan de eerste keer. Oh, goddamn. Nee! De memes zijn terug naar nul gegaan? Wat? Ik moet zeggen, ik had wel meer physics verwacht in deze game. Oké, weet je, eigenlijk moet ik deze game uitspelen? Nee. Ik heb een kleine, onafhankelijke ontwikkelaar gesteund. Maar als iemand... Is deze game gemakkelijk te maken? Ik wil ook zo'n game maken. Hoe doe je dit? Anyway, ik ga even mijn pintje opdrinken. Buval, voor het pleb slechts bier van den Aldi. Maar voor de goden onder ons is het elixier des levens.